Vandaag in Gouden Tijden gaan we terug naar het Eemnes van de jaren 60. En we horen het verhaal van de Meidrechtse Betsy over haar tijd op de huishoudschool. Nee, je mocht niet veel hoor. Nee. Maar eerst gaan we op pad met Kees de gashond. Een stille, vroege zondagmorgen is wel besteed aan een wandeling langs de Utrechtse singels. Kijkt u maar naar deze twee. Zomaar een man en een hond. Maar de hond is niet zomaar een hond. Het is Kees de gashond. Op maandagochtend moet hij weer aan de slag. Hij zoekt naar lekken in het Utrechtse gasbuizennet. Tot 1955 was het zoeken naar lekken een arbeidsintensieve klus. Als ergens gas werd geroken, werd om de paar meter een tegel verwijderd. En met een speciaal zoekapparaat werden eventuele lekken opgespoord. En toen kwam die politieagent met die speurhond voorbij. En op dat moment kreeg de fitter het idee van het jaar. Train een speurhond op gaslucht en je hebt de beste lekzoeker die er bestaat. In 1961 wordt Kees wereldberoemd. Hij gaat met zijn baasje voor demonstraties naar een internationaal congres van gasdirecteuren in Denemarken. Beelden van Kees gaan de hele wereld over. Het gasbedrijf is dolblij met Kees, want de gashond bespaart veel geld. Maar of zijn collega's er ook zo over denken, valt te betwijfelen. Want het gaat om hun banen. Op de oude manier waren 4 mannen 10 uur bezig om een kilometer gasleiding te onderzoeken. Kees en zijn baasje doen het samen in 2 uur. Jarenlang doet Kees zijn werk met plezier en hij spoort 1000 gaslekken op. Hij krijgt al snel hulp van nieuwe hondencollega's. Als hij overlijdt, heeft hij er 10 jaar trouwe dienst op zitten. Aan het eind van de Wakkere Dijk bij het viaduct komen we Jan Sentner en Lammert de Graaf de visboer tegen. Vanaf eind jaren 40 tot eind jaren 60 worden honderden dorpen in Nederland gefilmd. Gratis Hilhorst en mevrouw van Oostrum, opa Hoofd en zoon Kees. Alle inwoners worden in hun dagelijkse doen en laten vastgelegd. De films worden alleen plaatselijk vertoond. Dit is Eemnes in 1959. Mevrouw Roodhart, dochter Gieske, Jannetje Kozijnse met haar dochtertje. Martje Stalenhoef, die wegvluchtte voor de camera. Tot diep in de jaren 50 is Eemnes een agrarisch dorp. Maar daarna verandert dat snel. In 10 jaar tijd stijgt het aantal inwoners tot 2300. Maar extra huizen worden er te weinig gebouwd. Dus is er een enorme woningnood. De kinderen van de boom, Henk, Gertje en Wilma met hun vriendjes. De Kerkstraat. En dan komen we bij de Raadhuislaan. Begin jaren 60 komt de nieuwbouw op gang. En de nieuwe inwoners brengen andere normen en waarden en ideeën met zich mee. De oude protestantse kleuterschool onder leiding van juffrouw Koelewijn. De nieuwkomers willen bijvoorbeeld graag openbaar onderwijs. Die roep wordt nog sterker vanaf 1966. Want in dat jaar vallen een paar jongetjes in het water. Ze hebben op de protestants-christelijke kleuterschool Kindervreugd gehoord dat Jezus over water kon lopen. En denken dat zij dat dan ook wel kunnen. Gelukkig houden ze er alleen een nat pak aan over.
We zijn in Meidrecht in 1958. Dit is de Rooms-Katholieke huishoudschool. Betsy Broersen van Wijk ging hier na de lagere school naartoe. Dat was mijn klas, hè? Deze, die meiden die erop staan. Je moeder zei gewoon van, je gaat naar de huishoudschool. Daar leer je wassen, koken, strijken, naaien en dat heb je later nodig. Dus zo ging dat. Kijk, zij gaat afstoffen. Dan gaat ze in diezelfde kamer als een stof is, gaat ze ook die stofdoek uitkloppen. Nou, en dan wordt er gezegd, zo moet je het niet doen. En dan gaat een ander het voordoen hoe je het wel moet doen. Ziel, gaat ze daar de stofdoek... Loes, die gaat de stof... Ali Vronik moest het opnieuw doen. Ja. Die zegt, je moet de ramen open doen als je in het werk bent. De huishoudschool wordt ook wel denigrerend de Spinazieacademie genoemd. Tot eind jaren 70 is de opleiding alleen voor meisjes toegankelijk. Jongens gaan naar de ambachtschool of de LTS. Het zijn allebei strikt gescheiden jongens- en meisjesscholen. De jonge meisjes op de huishoudschool worden opgeleid tot huishoudster, dienstbode... of ze worden voorbereid op een klassieke rol als huisvrouw. Ik vind het helemaal niet verkeerd, hoor. Nee, want de jonge meisjes nu, die weten eigenlijk niks. Als je als moeder... moet je nu eigenlijk zeggen, je moet eigenlijk een keer een dag in de week gaan koken. Om te leren hoe je met de dingen omgaat. Ja, wij in spelende wijze is het erin gegaan. De ene dag had je de koken. Dan had je een dag naaien. Je had een tuintje. Daar waar je dus met juffrouw Van Driel, dat weet ik nog goed. Ging je in een klein tuintje aan de gang. En je had kinderverzorging, gewoon rekenentaal en noem maar op. Knopjes slaan, daar ben ik, met die bril, ja, daar ben ik. Ik op mijn knieën zit, ik zie het aan de rok. En ja, ook wel aan het gezicht, hoor. En je kwam uit bed, je moeder riep je en je kwam je bed uit en je kleedde je aan... En je kreeg de stofdoek in je handen en je moest de plinkjes stoffen en de nachtkastjes en stofdoek overhalen. Alles moest spik en span. Dan ging je naar beneden en dan lag je brood klaar met een flesje melk. Nou, kurken, dat hadden ze vroeger niet. Er werd een propje papier in gedaan. En dan ging je naar de kerk toe om 8 uur. En dan uit de kerk, dan moest je brood opeten en je flesje leeg drinken. Op het speelplein. En dan ging je de klas in. Zo begonnen wij de dag. Ja, ja, we werden opgevoed met altijd iets doen. Ja, je moest altijd je handjes laten wapperen. Ja. En later zei mijn man tegen mij, liefie, je hoeft niet altijd te werken. Je mag best eens stil zitten. En daar had ik heel veel moeite mee. Ja. Oh, dat was heel leuk. Hij had kinderverzorging en dan kwam er een echt babytje. En dan, die mocht je dan in bad doen. Nou, dat was leuk, joh. Deze durf ik niet te zeggen, maar ik heb mijn zusje ook meegenomen naar school. Ook in de baby... in de kinderverzorgingsles. Onze Els. Dan werd er echt voorgedaan hoe zijn kindje wassen moest. Dus ja, er waren heel veel van grote gezinnen. Dus wie zo'n klein kringetje had, die mochten meenemen. Maar dit was niet mijn zusje. Dat kan ik zo zien. Ik had een jongen tegenover me wonen. Jan heette die. Vond ik een hele leuke jongen. En die kwam dan dinsdags altijd bij school voorbij. En dan stiekem zwaaien. Maar oh god, dat mocht ook helemaal niet. Nee, het was echt een hele andere tijd. Ja. Nee, je mocht niet veel hoor. Nee.
Sinterklaas bezoekt ons natuurlijk al jaren. Hier zien we hem in Utrecht in 1945, ruim een half jaar na de bevrijding. De goedheiligman kwam vroeger altijd in zijn eentje en later met maximaal twee pieten. Maar dat verandert na de Tweede Wereldoorlog. Canadese militairen organiseren een Sinterklaasfeest met een hele massa pieten en een hoofdpiet. Daarna wordt Sint steeds vaker vergezeld door een hele groep pieten. Je schoen thuis voor de kachel of open haard zetten is ook niet van alle tijden. Want lange tijd gebeurde dat alleen in de kerk. De rijken stopten geld in de schoenen en de Sint verdeelde dat onder de arme kinderen. Als de kleintjes slapen, komt de goede Sint. Die van alle kinderen ons het meest bemint. Sinterklaas en zijn pieten komen op de zaterdag na Sint Maarten in het land. En sinds 1952 is dat op tv te zien. En vrijwel elke plaats heeft ook zijn eigen intocht, zoals hier in de Meren in 1959. En in Westbroek worden Sint en Piet in 1970 door de plaatselijke drumband verwelkomd. Sinterklaasje, bonne, 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 gooi wat in de lege, lege tonnen, gooi wat in de huizen, we zullen gabbelen als buizen. Sinterklaasje, bonne, 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 gooi wat in de lege, lege tonnen, gooi wat in de huizen, we zullen gabbelen als buizen. We maken een tochtje over de rivier de Vecht en beginnen bij Nijenrode in Breukelen. Het oude kasteel Nijenrode is vlak na de oorlog een business school geworden. En nog steeds worden hier mensen opgeleid voor het bedrijfsleven. Tot het begin van de vorige eeuw waren er veel steen- en dakpanfabrieken langs de Vecht. Deze industrie is inmiddels helemaal verdwenen en daarmee ook de kenmerkende hoge schoorstenen. De boot vaart verder richting de Witte Brug van Breukelen. De Drukke Brug is de enige plek in deze buurt waar je over de Vecht heen kunt. Voetgangers, auto's en fietsers moeten er van twee kanten overheen. Al sinds de jaren 70 speelt de discussie of er een tweede brug moet komen. De Vecht is tegenwoordig vooral een rivier voor de pleziervaart geworden. Met name in de zomer is het soms file varen wanneer de vele dagjes mensen een sloep huren en lekker het water op gaan. De theekoepels trekken veel bekijks vanaf het water. Ze zijn gebouwd in de 17e eeuw, toen rijke Amsterdamse kooplieden in royale buitenplaatsen aan het water gingen wonen. We komen aan in Maarsedorp. Dit stukje oud Maarsen ligt ingeklemd tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht. In beeld de Evert-Stokbrug, vernoemd naar de brugwachter die in 1945 om het leven kwam toen een Engelse militair tegen de brug opreed. Het tochtje eindigt in Utrecht bij de Weertsluis, waar de Vecht overgaat in de Oude Gracht en de Stadssingel. Volgende week gaan we op bezoek bij een krokettenfabriek in de Meren. Vertelt een tijgerpleegmoeder uit Soest haar verhaal. Ze zouden 6 weken hier blijven, het is 13,5 week geworden. Super! En gaan dorpen in het noorden van onze regio sportief de strijd met elkaar aan.
Dat en meer in Gouden Tijden.